Hallo allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Do It Self Ideen. Op dit kanaal mag ik jullie een beetje betoveren met breipatronen. Ik dacht, laten we vandaag eens kijken hoe je zulke noppen kunt breien. Bolletjes, noppen, hoe je het ook wilt noemen. Er zijn verschillende variaties hiervan. De variant die ik heb uitgekozen is heel eenvoudig. Het moeilijkste is eigenlijk alleen om de draad later onder de gebreide steken vandaan te halen. En verder moet je weten hoe je steken opzet. En als je dat niet weet, heb ik daar al eens een video over gemaakt, over het kruis opzetten en hoe je rechte steken breidt. De rest, zoals hoe je een steek verdubbelt, verdrievoudigt, verviervoudigt, zelfs vervijfvoudigt, laat ik jullie in deze video zien. Ik brei het geheel plat, dus heen en weer. Ik leg het heel gedetailleerd uit hoe je deze breipatronen leest. Dat betekent, als je dit al weet, kun je misschien vooruit spoelen. Ik gebruik rondbreinaalden van maat 10. Je kunt natuurlijk ook platte naalden zonder kabel gebruiken. Dat is aan jou. Probeer het uit. Ik kijk er in ieder geval naar uit en wens je veel succes. Om ons kleine noopjespatroon ontspannen te kunnen breien, moeten we natuurlijk eerst het breischema begrijpen. In wezen is het heel eenvoudig, maar toch zijn er hier een paar bijzonderheden die ik jullie zeker wil laten zien en uitleggen. Allereerst met de symbolen. We hebben hier deze paarse cirkels, dat zijn kantsteken. Hier heb ik in cijfers aangegeven in welke rij we zijn. Dan hebben we hier deze iets donkerder paarse vierkantjes. Dat zijn rechte steken. De N staat voor de noppen die we breien. Geel gemarkeerd is ons patroonrapport. Dat zijn de twee steken die je zo vaak mag herhalen als je gewenste breedte bereikt is. Van het breiwerk of het gewenste aantal steken, afhankelijk van de situatie. Wat hier ook bijzonder is, is dat de eerste en derde rij niet zijn getekend, hoewel ze bij dit patroon horen. De eerste tot en met de vierde rij herhalen zich steeds. Vaak is het zo dat in een breischema of breipatroon staat, brei in de teruggaande rij alle steken recht. Of brei alle steken averecht. Hier is het andersom. Hier worden in de heengaande rij, dus in de eerste en derde rij, alle steken recht gebreid. Daarom heb ik hier ook de kleine ronde pieltjes getekend, zodat je dat niet vergeet. Ik heb het ook een keer getekend. Dat doen ze in veel breischema's niet, want het loont zich nauwelijks om de eerste en in dit geval de derde rij te tekenen als alles alleen recht gebreid wordt en het in wezen vanzelfsprekend is. Maar ik heb nu gewoon voor jullie een keer getekend om het beter te verduidelijken. Dus je werkt hier in wezen in de eerste rij vanaf de kantsteek over heel veel rechte steken tot aan de laatste kantsteek. Draait dan je breiwerk om en begint aan de tweede rij, die hier als eerste aangegeven is. Dus zoals je ziet is de tweede rij identiek. We maken weer een kantsteek en dan een rechte steek. En dan volgt de eerste nop, het patroonrapport dat zich steeds kan herhalen. Een andere om af te sluiten en een kantsteek. De derde rij is dan weer een heengaande rij alleen met rechte steken. En de vierde rij, dat is dan deze hier bovenaan, dus weer identiek, is de vierde en laatste rij van ons patroon. Maar zoals gezegd, in veel breischema's krijg je dit niet zo getekend, maar krijg je alleen de rijen waarin echt iets gebeurt. In de rij ertussenin staat dan brei alleen recht, brei alleen averecht. Afhankelijk van wat je makkelijker vindt, kun je een screenshot maken en je oriënteren aan het betreffende schema. Hoeveel steken moeten we dan opzetten? In dit geval een oneven aantal steken, want we hebben weliswaar een patroonrapport van twee steken dat zich steeds herhaalt. Dat betekent, als we het 5 keer willen herhalen,
hebben we 10 steken, maar we hebben nog 5 extra steken nodig om een mooie afwerking te krijgen. We hebben 2 kantsteken, dat betekent in dit geval zijn dat 10 plus 2, 12. En dan nog deze 3 steken ertussen aan het begin en aan het eind. Ik heb nu 9 steken opgezet. Als je niet zeker weet hoe je de kruisopzet moet doen, bekijk dan gerust mijn eerdere video. Daar heb ik dat al uitgebreid uitgelegd. Verder ontmoeten we elkaar hier met een oneven aantal steken. 9 steken betekent dat ik mijn patroonrapport 2 keer herhaal. Dat zijn 4 steken in totaal plus 2 kantsteken zijn 6 plus deze 3 buitenste steken zijn 9. Waarom is hier een rij min of meer en hier 2? Dat is zodat we later een perfecte afwerking hebben, want we willen dat ons breiwerk symmetrisch is. Dus dat we vanaf deze kant gezien een kantsteek, een rechte steek en een noop hebben. En ook vanaf die kant een kantsteek, een rechte steek en een noop. Dat kan alleen als we hier nog een extra rij toevoegen. We herinneren ons, de eerste rij is hier in dit vereenvoudige breiwerk, in dit breipatroon, niet getekend. Dat is soms zo, maar ik heb het hier 1 keer getekend. In de eerste rij worden alleen rechte steken gebreid en er wordt van rechts naar links gelezen en in de tweede rij van links naar rechts. De eerste rij is klaar. Nu komt de tweede rij. We beginnen met een kantsteek, een rechte steek, gevolgd door de eerste nop. Er zijn natuurlijk 1000 verschillende manieren om deze noppen of bolletjes te breien. We gaan nu 5 steken uit onze steek halen. Dat betekent dat we de steek 1 keer gewoon recht breien, maar niet laten vallen. Maar we trekken hier een beetje. We willen hier in ieder geval genoeg ruimte hebben en gaan dan nog 1 keer achter in de steek. Dus nu van rechts naar links ronder door, alsof we averecht willen breien en werken hier met het achterste been van de steek en pakken nog 1 keer de draad. Ook hier letten we erop dat we hier genoeg ruimte hebben, zodat we de steek niet te strak trekken, want we moeten later nog 1 keer onder deze steken doorkomen. En dat zou ik zeggen is het moeilijkste gedeelte. We hebben 2 steken gemaakt, nu komt nummer 3. Dat doen we weer gewoon zoals bij recht breien. Dus we pakken de draad zo, we trekken hem lang. Nu nog 1 keer het achterste been van de steek voor steek nummer 4. En als we zulke dikke naalden gebruiken, is het echt heel belangrijk dat we hier niet alleen aan de punten werken, maar dat we onze steken echt naar achteren op de naald trekken, zodat ze dan ook los genoeg zijn om later onze naald er weer doorheen te halen. Zo, 1, 2, 3, 4 hebben we al. Nog een laatste keer. Nu trekken we hem nog een keer door het voorste been van de steek, gewoon zoals bij recht draaien. Pakken we onze draad en kunnen we onze steek laten vallen. Zo, de wol is op de grond gevallen, zo hoort het. Het is net van mijn schoot gegleden. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 steken gemaakt. Daar moeten we nu doorheen en dat is beslist, vind ik, het moeilijkste gedeelte om hier niet te veel van de draad te pakken. Ik heb me nu een beetje doorgewerkt. Je ziet hier al de naaldpunt. Hij komt langzaam en we trekken hem niet helemaal naar beneden, want we willen nu nog 1 keer de draad pakken. En die moeten we nu door deze 5, 1, 2, 3, 4, 5 steken halen. Dat doen we met geduld en gevoel. Het is gelukt, godzijdank. Ook deze laten we niet vallen. We gaan nu nog 1 keer in deze steek en breien hem recht. Daarmee hebben we onze eerste nop gemaakt.
Nu willen we natuurlijk rij 3 niet vergeten. Hier moeten we hem erbij bedenken. Hier heb ik hem getekend. Weer alleen rechte steken. Ik zorg er ook altijd voor dat ik mijn steken vooral in deze tussenrijen goed strak aantrek. Zodat de noppen later ook mooi omhoog komen en er geen grote gaten ontstaan. En zo werk ik vrolijk mijn nopjesrij verder. In rij 4 volgen we natuurlijk hetzelfde principe, alleen zijn onze noppen dan verschoven. Ik zou zeggen, ik brei nog een paar rijen en dan kijken we er samen naar. Zo, nu heb ik hier een paar herhalingen gedraaid en je ziet dat er echt een heel mooi relief ontstaat, afhankelijk van welke wol je gebruikt, ook echt mooie schaduwen. Ik heb het ook eens met fijne katoen gebreid, die gemercuriseerd is, dus een beetje glans. Dat is ook super super mooi, maar het was wel heel vermoeiend. Omdat deze naalden zo glad zijn, dat ik soms maar moeilijk de draad kon vastpakken, vooral om hem onder die 5 steken vandaan te halen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Probeer het gerust uit en laat me weten hoe het voor jullie ging, vooral welke patronen jullie in de toekomst nog graag willen proberen. En ja, ik ben altijd blij met een like, een abonnement enzovoort en een klein hallo. Ik wens jullie nu eerst een heel fijne zomer en heel veel breiplezier. En vergeet ook niet deze video met je vrienden te delen. En dan zeg ik tot de volgende keer weer bij Doe het Zelf Ideeën. Doei doei!